Vlak achter goud wint Nederland hier zilver in de Holland 8. Een groot gekkenhuis, feest en foto met dit, dat, zus, zo. En ergens is er ook met een TU-vlag gekomen, wat natuurlijk wel heel leuk is. Want uiteindelijk is dit de plek waar ik ben begonnen. En ja, zeg maar, zonder dat ik naar de TU was gegaan, had ik misschien niet eens geroeid. Dus was dit nooit gebeurd. Ja, gewoon in het jasje. Je moet hem toch meenemen, hè? Ja, hoe was het? Ja, je hebt het al 100 keer verteld, dus waarschijnlijk vind je het niet meer leuk om te vertellen. Jawel, ja, dat was echt vet. De hele ervaring met iedereen die er was. En ja, ik weet niet, echt onvoorstelbaar gewoon. Dat het ook lukt zoals we dachten. Ja, dat is echt, echt sick. Ik kwam dus hier 11 jaar geleden, onwetend wat de roeien was. Behalve dat een vriend van me ooit gezegd had dat hij het misschien wel leuk zou vinden. Toen zeiden mensen meteen tegen me: jij bent lang, dit is iets voor jou, kom een keer bij ons langs. Maar gaandeweg kwam ik erachter dat het een hele leuke plek was hier, een hele leuke club. In het begin was het heel erg in het roeien het teamwork wat vet is. En gewoon het samen met je ploeg knallen voor die prestatie. Op de universiteit begin je altijd met het roeien in achten. Dus zijn grote groepen, gelijkgestemde mensen vind je ook al snel, dus dat is heel vet. En gaandeweg ben ik steeds meer gaan genieten van het buiten zijn, het soort... ja, reine gevoel van dat je op het water bent en soms in je eentje, soms met meerdere mensen. En je lichaam aan het perfectioneren bent eigenlijk voor iets. Dat is gewoon heel, heel mooi. We zijn een brede vereniging. We hebben mensen die voor de gezelligheid komen en 1 keer per week roeien. Maar dit zijn de mensen die net als ik ook 6, 7, 8 keer per week misschien wel trainen of nog meer. En, die ook de aansluiting aan het zoeken zijn bij het Nederlandse team. Dus we hebben veel potentie in de tank nog. Het combineren van de studie en het trainen. In het begin was het duidelijk, was het gewoon de studie heeft de voorrang en het trainen is daarbij secundair. En wat wel fijn is, is dat je vanaf dan al beginnen mensen op de vereniging en ook mensen met u je wel te helpen met het plannen van je tijd. Zodat je daar een beetje controle over krijgt, dat het allebei ook kan. Gaandeweg wordt de sport steeds belangrijker, ga je daar ruimte voor maken. Draai maar in! En uiteindelijk naar de master toe heb ik ook heel veel gehad aan mijn mentor toen. En die ook bij de examencommissie zat, was ook al handig, die me daar doorheen heeft geholpen om de juiste keuzes te maken. En onder andere een masterthesisproject op afstand voor me te regelen, wat ik in part-time heb kunnen doen. Zodat ik wel eigenlijk continu door heb kunnen gaan. Ja, waar ik veel om me heen zie dat sommige atleten toch een beetje stil gaan staan op studiegebied, ben ik altijd blij en trots geweest dat ik daar toch mee door ben gegaan en op die manier verder ben gekomen en toch uiteindelijk een diploma gehaald heb, want ja, dat is toch een heel fijn gevoel. De TU heeft voor mij heel veel steun gegeven eigenlijk. Ja, uiteindelijk dus gewoon ervoor gezorgd dat we samen naartoe hebben kunnen komen, dat ik gewoon een diploma heb kunnen halen en alles daarvoor heb kunnen doen. En een sportcarrière heb kunnen beginnen en laten uitgroeien tot een topsportcarrière.